Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar mijn vlog. Ik vertel jullie natuurlijk elke dag over wat er gebeurt met de Dana Cup. Maar ik heb jullie tot nu toe nog nooit laten zien waar wij nou verblijven met alle scheidsrechters. Dat is in de tennishal in Juring hier achter mij. En we verblijven daar met zo'n 180 scheidsrechters. En dat betekent dat we heel heutje meutje bij elkaar liggen. Ik neem jullie mee naar binnen en dan laat ik het zien. Zoals jullie zien, heb je hier de hoofdingang. En achter mij trouwens zijn het tennisvelden, ja, want het is en blijft natuurlijk wel een tennisclub. En als je dan naar binnen loopt, kijk, daar hebben we een scheidsrechter. Hoi, good luck today. Thanks. Loop je naar binnen toe, met wifi in de tennishal. En als je dan om je heen kijkt, dan zie je dat echt overal bedden liggen. Ligt overal opgestapeld. En als ik een beetje naar achteren loop, dan zie je daar in de hoek de plekken waar de Engelsen verblijven. En waar ik zelf ook overnacht trouwens. En Hugh, kennen jullie nog wel? Hugh zat natuurlijk in mijn eerste vlog, toen we nog in Groningen zaten. En dit is Elfie. Elfie ligt nog even lekker op bed. Hoi Elfie. Kijk, en Isaac is hier ook. En de rest heeft natuurlijk allemaal wedstrijden, want de wedstrijden zijn allemaal verspreid over de dag. Dit is hoe mijn bed er momenteel uitziet. Lekker tweepersoonsbed. Het ziet er ook allemaal opgeruimd uit. Het lijkt dan een beetje op mijn eigen huis, zeg maar. De kratten bier van mijn verjaardag staan er nog. Er zijn nog een paar biertjes over, maar het meeste is natuurlijk allemaal opgedronken. En als je dan een beetje deze kant op komt, dan is dit de ruimte waar de Duitsers verblijven. Die liggen meestal in het midden van de tennishal. Maar dat verschilt nog wel eens per keer. Achter mij is ook meestal allemaal Duitsland. En als we dan naar de andere kant van de tennishal lopen, dan komen we terecht bij het vak waar de meeste Poolse scheidsrechters overnachten. Er liggen zelfs nog wat mensen te slapen, dus die zal ik niet filmen. Kijk, die liggen hier achter mij. Nu gaan we verder. Kijk, er zijn nog twee scheidsrechters in de tennishal. Die hebben momenteel geen wedstrijd. Die zijn op dit moment hier. Hi, how are you doing? Yeah, fine, and you? I'm doing great. Any games today? Yeah, yeah, too. Two? And two in the afternoon. Good, how many games left? Yeah, two. Two left? Yeah. Okay, brilliant. Good luck today. Good luck. Thank you, thank you. En ik pak ondertussen even een tennisballetje op, want er zijn mensen aan het pingpongen. Thank you. Here you go. Want wat we zelfs hebben in deze tennishal is een eigen pingpongtafel. Als we dan geen wedstrijd hebben, dan krijgen we even de gelegenheid om lekker te pingpongen. Ik ben er zelf niet zo goed in, maar daar ben ik ook scheidsrechter geworden. En als je hier kijkt, dan zie je de Nederlandse scheidsrechters. Robert-Jan de Mik, echt een regelrechte legende van de Dana Cup. Die komt hier volgens mij al sinds de Dana Cup bestaat. Dus als je één ervaren Nederlandse scheidsrechter hebt, dan is hij het wel. En Leo Veldhuizen vertelde gisteren al dat hij... dat ik bij een van zijn wedstrijden aan het kijken was. En dat heeft hij gewoon hartstikke goed gedaan. Dus, Hobby is er ook weer bij. Hobby is deze zomer op doorreis in Europa. Maar heeft toch even de tijd genomen om naar de Dana Cup te komen. Toch altijd wel leuk als die jongen er weer bij is. En als je in deze hoek kijkt, ja, ze zijn op dit moment niet aanwezig. Ja, op eentje na, maar die ligt te slapen. Dit is het hoek van de, hoekje van de Denen. Kijk, een van mijn Deense vrienden is aanwezig. Hallo, how are you doing? I'm fine, what about good. You? I'm doing great, thank you, thank you. No, I'm not drunk anymore. I'm not drunk anymore, no, I'm not. En als je dan hier naartoe gaat, is lekker makkelijk, dan ga je door de deur. En buiten zie je dan alle auto's staan. Die van mij staat helemaal achterin, want ja, het is toch best wel druk met al die auto's bij de Dana Cup. Hè, je kunt nagaan 180 scheidsrechters. Ik denk dat er ongeveer 30 meter auto zijn, dus het staat hier altijd wel vol. En als we dan onze behoefte moeten doen of moeten douchen, dan hebben we hier allemaal mooie hokjes staan. En in die hokjes kun je dan plassen, poepen of douchen of wat je daar ook maar wil. En het voordeel is dat we dan, als we doorlopen, dan kunnen we heel snel naar de velden toe. Zoals ik jullie al vertelde, hebben we een main ground. En de main ground, dat is eigenlijk de plek waar heel veel wedstrijden gespeeld worden. Dat zijn pitches, als ik me niet vergis, 2 tot en met 18. En dat is wel even een stukje lopen, maar dan heb je ook wat. Ik ga er niet helemaal naartoe lopen, want dan ben ik wel even onderweg. En dan duurt mijn vlog vandaag wel heel erg lang. Maar als je achter je kijkt, dan zie je ver op de achtergrond dat daar de velden zijn. En als je een beetje die kant op kijkt, misschien dat je het net nog kan zien in het beeld. Ik probeer even te zoomen. Kijk, daar zie je een attractie. En dat is eigenlijk de kermis.
Want bij de Dana Cup hebben we gewoon iedere dag een kermis. En daar kunnen spelers naartoe, daar kunnen wij als scheidsrechters naartoe. Maar wij hebben er natuurlijk veel te druk om wat te doen. Dus wij hebben daar eigenlijk geen tijd voor. En ik heb nou even een rondje om de tennishal heen gelopen. En als je achter mij kijkt, dan zie je een herkenbaar punt. Want dan zie je namelijk weer de ingang van de tennishal. Nou, dit wil ik jullie even laten zien. En ik wens jullie een hele fijne dag. Later!